Oh, ik weet het niet. Het is zo moeilijk. Goedemorgen, ik heb vandaag echt een hele waslijst te doen en ik begin even met de vlog die vandaag online moet af te editen. Ik ben nu de lookbook aan het editen en het gaat weer heel veel tijd kosten, zie ik nu al. Omdat ik het nou weer natuurlijk precies op muziek wil en zo. Nou, als ik deze vlog af heb, ga ik mijn moederdag cadeautje afmaken. En dan een outfit voor Beauty Class Party uitzoeken en oefenen met wimpers. Nou, in ieder geval genoeg te doen. Wouter is met zijn telefoon in het water gesprongen en nu is hij kapot en heeft hij hem even uit elkaar gehaald. Wow. Nou, ik hoop voor dat hij het weer gaat doen. Ik ben nu het deel waarin ik aan het bakken ben aan het inladen. En het duurt echt, nou, even kijken. Het duurt gewoon bij elkaar 50 minuten. Het is nu 3 uur. De vlog die vandaag online komt is af en ingepland. Dus die komt online. Wow, mijn haar is vet. Ik weet niet zo goed of het nou ijs is of een smoothie. Want het is een beetje gesmolten. Daarom heb ik er maar een lepel en rietjes bij. En dan ga ik lekker opeten. Oh, het is koud. Heerlijk. Totaal niet op. Gadverdamme. Nou ja, ik maak hem even af. En ik zie al wat het wordt. Oké, het ziet er echt niet uit. Het lijkt net een alien of zo. Mijn moeder, die mond en die ogen zijn heel eng. Ik dacht dat ik alles sowieso anders moet doen, maar... Maar ik denk wel dat ik hem ga geven, want ik heb ook gewoon niks anders. Ik ga nu even kijken wat de mogelijke outfits voor de Beauty Class Party zijn. Ik heb maar één beetje pastel-achtig iets. En dat is een soort sportpyjama broekje. Maar goed, misschien staat het wel heel erg leuk. Outfit 1. Ik heb echt het gevoel alsof ik in een pyjama sta nu bij dit. Als ik dit broekje aandoe, dan moet het dus met wel een ander shirtje. Ik heb hier even een spiegel, dus ik kijk daar even in. Outfit 2. Rutger is er, dus ik kan natuurlijk mijn virgin dice aandoen. Oh, dit broekje, dit maakt het echt gewoon zo pyjama-achtig. Hij is wel heel leuk. Je zou het zo goed kunnen dragen overdag, maar... Outfit 3. Maar kijk, deze is een beetje cropped en dan zie je mijn hemdje eronder. Zou ik eventueel zonder hemdje er kunnen doen? Deze vind ik tot nu toe wel het best. En hier zitten ook wel pastel kleurtjes in. En ik denk dus dat ik deze op ga doen. Omdat ik verder niet echt iets heel pastels heb. Wow, maar het is ook wel heel groot eigenlijk, hè? Ik twijfel nog. Oké, deze vind ik wel iets te kort. En hij schijnt door. Dit is trouwens outfit, hoeveel zal het zijn? Geen idee, ik ben het tel kwijt. Ik vind het op zich wel leuk uitzien, maar ik denk dat ik me heel ongemakkelijk zou voelen. Met een niet zo heel erg mooi strakke buikje. Oh, wauw. De labels moeten eruit. Dit is echt heel zomers. Deze is over shoulder en ik draag hem altijd met wel gewoon zo'n BH eronder. Want ik heb ook niet echt een andere goeie. Maar het kan wel, toch? Deze is ook kort, maar minder kort. Ja, dit shirt is niet echt pastel. En ook hier heb je weer de struggle met BH-bandjes. En mijn buikje. Kan op zich ook wel. Oh, ik weet het niet. Het is zo moeilijk. Of een van alle voorgaande tops met dit rokje. Maar dan is er behalve bij dit shirt echt niks pastels meer. En dit staat ook weer een beetje slobberig of zo. Ik weet niet. Of een van die tops met dit broekje. Die natuurlijk wel gewoon lichtblauw is. Op zich wel pastel, maar... Ja. Of dit broekje. Wow, die zit zo anders dan vorig jaar. En ik zou natuurlijk ook een lange broek aan kunnen doen. Maar het is warm buiten. Het is vast ook warm binnen. Lijkt me niet zo'n goed idee.
zoveel keuze, maar allemaal niet waarvan ik denk, ja! Maar allemaal wel, oh, ja, ik weet het gewoon echt niet. Ik ga Merel maar even foto's sturen van de outfits. Zonsondergang. Wauw. Oh, ik sta hier zo mooi op deze fiets. Dit is mijn fiets trouwens, hoi. En een mooi hamer op de grond. Maar het doet me een beetje pijn. Zo. We hebben net gegeten. Kijk, mama had lekkere rabarberkrummel gemaakt voor Toetje. En ik heb de meest mooie knot in. Nou ja, ik had hem even snel gemaakt omdat ik het knijnen ook net ging verschonen. Oeh, zonnetje. We zaten hier nu aan tafel. Omdat 's ochtends, dan komt de zon vanaf daar. Nu is hij daar, maar normaal komt hij vanaf daar. En dan hebben ze geen schaduw. En verder op de dag ook niet. Dus vandaar is dat die tafel er staat. Kijk, zonnestralen. So pretty. Oh, het is zo warm op mijn kamer. Oké, ik ga mijn haar wassen. En ondertussen de video over de wimpers van Marcia kijken. En als ik met mijn telefoon een video ga kijken, wat ik eigenlijk bijna nooit doe. Maar als ik tijdens douchen een video ga kijken, pak ik altijd mijn camera helemaal af met washi tape. Ik heb nu met heel veel verschillende patroontjes gedaan. Dus dat het allemaal door elkaar is. En niet dat je dan door een patroon heen kijkt of zo. Maar verschillende patroontjes. Stel dat je telefoon gehackt is. Er kunnen geen foto's gemaakt worden. Of er kunnen wel gemaakt worden, maar niet duidelijk. Ja, ik weet niet. Natuurlijk is mijn telefoon niet gehackt. En dat volgens mij is zoiets nog nooit gebeurd. Maar het voelt gewoon veiliger of zo als je het zo afgeplakt hebt. Dus ja, ik ga nu douchen. Ik heb een wimper opgedaan zonder lijm. En hij zit goed volgens mij. Voor zover die goed kan zitten zonder lijm. Het is weer super laat. Ik ga naar bed. Want morgen is de laatste vlogdag. En het wordt echt een hele leuke dag omdat ik naar de Beauty Class Party ga. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik zeg echt nooit onwijs. Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje uitgerust zijn. En het is nu alweer te laat. Want ik moet ook weer vroeg op om de badkamer schoon te maken. En de wimpers op te doen. Pff, dat wordt wat. Ik hoop dat je de vlog van vandaag leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei!